De dorpskernen Baarlo, Maasbree, Meers, Landgraaf en Amerika gaan ook experimenteren met vervoer met de wensbus van deur tot deur. De overwegend positieve ervaringen van reizigers geven voor de provincie Limburg de doorslag om het initiatief voor te zetten met nog 4 pilots. Baarlo, Maasbree zal naast de inzet van de wensbus ook particulier vervoer inzetten. Bovendien wordt om zelfredzaamheid te bevorderen vervoer voor senioren geregeld van de kern naar de gewenste OV-halte. Uiteindelijk moet dit experiment eind 2016 leiden tot een juiste aanvulling op de lijnbus, zodat ook de dunst bevolkte gebieden in Limburg een goede aansluiting hebben op het openbaar vervoer. Het Bouwens in Panningen heeft het predicaat Excellente School ontvangen. Dit jaar ontvangen 106 scholen dit predicaat. Dat zijn er 40 meer dan vorig jaar. Volgens het juryrapport heeft deze school een sterke structuur. Deze leidt ertoe dat de leerlingen goede resultaten realiseren, waardoor zij nagenoeg allemaal het diploma halen. De aandacht voor de zorgleerlingen is zichtbaar in concrete voorzieningen en maatregelen. Ook werkt de school met een sterk ontwikkeld mentoraat aan het eigenaarschap van het leerproces.